Die brug, hè, naar de voordeur hier, waar ik je op wees net, die heeft Constantijn in zijn gedicht letterlijk beschreven. Hier staat het. Een lijdelijke trap dien ik te lenen hou van u, Venetiën de Schone. Van het gebouw, het wonderlijk gebouw, dat gij Rialto noemde. Hij noemt dus echt het voorbeeld, de Rialto-brug, in het gedicht over zijn buitenblad. Ja, dus eigenlijk was Hoogwerk veel meer dan een buitenplaats om de stad te ontvluchten. Ja, zeker, zeker. Kijk, als je ziet wat hij doet met die plattegrond van die tuin, hè? Dat hij daar het menselijk lichaam voor kiest. Dat is helemaal geen alledaagse beslissing. Als je luistert, hè, om ons heen, auto's, treinen, boten, brommers. Je kan heel moeilijk voorstellen dat dit 300 jaar geleden een hele rustige, stille plek was. Want heeft Constantijn bewust voor deze plek gekozen of is hij hier toevallig terechtgekomen? Nee, hij heeft hem bewust uitgekozen. Ik denk vanaf het allereerste moment dat hij dacht ik wil een buitenplaats hebben, wist hij één ding zeker. Die buitenplaats ligt aan het water. En dat is een soort droombeeld dat hij 20 jaar met zich meegezeild heeft tot hij hier aan het water een buitenplaats creëren. Ja, en dat droombeeld zag hij dus in Italië, vlakbij Venetië. Ja, precies. Wat gaan wij doen? Wij gaan de reis die Constantijn Huygens in 1620 maakte naar Venetië, gaan we opnieuw maken. Met in onze hand zijn reisjournaal. Van dag tot dag heeft hij bijgehouden wat er gebeurde, waar ze waren en wat hij ervan vond. En dat gaan we opnieuw beleven en daar laten we u getuige van zijn. Hoi Carlien. Hey. Zo, geef maar. Ik heb een klus voor je. Ja. We gaan de reis niet zomaar maken. Je hebt een taak. Oké. Jij bent de beheerder van Constantijns reisdagboek. Dus jij zegt waar we naartoe gaan. Want dit is onze reisgids, alsjeblieft. Oké, dankjewel. Ik zal je spullen wegzetten. Dankjewel. De reis was een diplomatieke missie. Er moest een verdrag worden bekrachtigd tussen de Republiek Venetië en de Nederlanden. En dat moest in Venetië gebeuren met wat ceremonieel. Vandaar dat François van Aarsen, de belangrijkste diplomaat in Nederland in die dagen, de leiding had van de missie. Hij was trouwens, aan het Haagse Lange Voorhout, ook de overbuurman van Constantijn Huygens. Een van de redenen waarom Constantijn was geselecteerd voor de missie is zijn talenkennis. Hij sprak Frans, Duits, Engels, Latijn, had zichzelf net Italiaans geleerd. En hij had ook een functie binnen de missie, hij was de secretaris. Het is natuurlijk grappig als je bedenkt dat hij later 60 jaar lang secretaris zou zijn van de Oranjes. Dat hij nu tijdens deze eerste buitenlandse missie van hem diezelfde functie had. Dit lijkt misschien een raar beeld, maar we zijn nu 3 dagen onderweg. En het is 37 graden in Zuid-Duitsland. Dat leuke autootje van ons, een kek ding, rijdt gaaf, maar er zit geen airco in. Dus dit is echt heerlijk.
Het kasteel ligt midden op de berg, recht tegenover de andere berg, die de noordzijde van Heidelberg beschut, terwijl de Neckar tussen beiden stroomt. Als je vanaf de hoogte van het kasteel over alles uitkijkt, heb je het prachtigste panorama dat je maar kunt voorstellen. Ja, dat panorama is natuurlijk schitterend, hè? Maar heel veel van de andere dingen die Constantijn hier zag, zijn natuurlijk weg. Dat kasteel is geplunderd. Die kasteeltuinen die zien er totaal anders uit. Je ziet nog een beetje wat de vorm is en hoe spectaculair het ligt hier langs die rotswand. En de Palatijnse bibliotheek is natuurlijk ook verdwenen. Dus eigenlijk rest daar niet veel. Maar wat we ervoor teruggekregen hebben is natuurlijk wel een van de mooiste kasteelruïnes ter wereld. En waarom is het eigenlijk in die 30-jarige oorlog allemaal verdwenen? Nou, de 30-jarige oorlog was een godsdienstoorlog. De katholieken vochten tegen de protestanten. En de keurvorst van de Pals, Frederik V, was een protestant. En toen in 1622 de katholieken dit gebied veroverden, is alles hier geplunderd. En die Palatijnse bibliotheek? Ja, die is afgevoerd, ingepakt, afgevoerd naar Rome. En die zit nu in de Vaticaanse bibliotheek. Ja, de katholieken hadden gewonnen, dus die mochten hem hebben. Maar Constantijn heeft die nog wel gezien? Ja, ja, ja. Hij schrijft er heel mooi over. Hij heeft een afspraak gemaakt met de bibliothecaris. En hij mag een hele middag zelf rondsnuffelen, boek uit de kast trekken. En hij ziet de mooiste dingen, de prachtigste antieke handschriften. En hij schrijft erover in zijn journaal. Ja, het is niet te bevatten. Ik heb iets wat ik kan laten zien. Dit is een schilderij uit 1620. En dat toont de tuin zoals Constantijn hem zag. Hè? En je ziet niks van deze grote bomen, die waren allemaal niet. Er waren allemaal lage begroeiingen, buxuspartijen, bogen met rozen, een doolhof, geometrische figuren, een grotto, een waterpartij achterin. En je ziet ook heel duidelijk dat de rotswand hier recht naar beneden komt en dat vanaf daar de rotswand weer hier recht naar beneden gaat. Dus ze hebben echt een vlak stuk uitgehouwen in de rotsen om die tuin aan te leggen. Ja. Bij Constantijn lag op die plek ook een brug, hè? Ja, zullen we daar dan de stapjes gaan doen? Dat vind je leuk, hè? Ja, tuurlijk, dat deed Constantijn ook. Oké, kom mee. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien. 66, 67, 68, 69, 270, 271, 272, 273, 274. De twee oevers zijn verbonden door een houten brug die overdekt is met een schuurachtig dak. Hij staat op grote stenen pijlers om het geweld van de rivier te kunnen verduren. De lengte is 274 passen en de breedte 10. We staan hier van Rothenburg op de Tauber, de tweede plaats in Duitsland die het gezelschap aandeed voor het diplomatiek overleg. François van Aarsen, de delegatieleider, nam die reis naar Duitsland te baat om bij protestante vorstendommen langs te gaan om te kijken of hij steun kon krijgen in de strijd van de Nederlanden tegen Spanje. Constantijn hoefde bij dat diplomatieke overleg niet aanwezig te zijn. Hij had een rustdag en daar was hij wel aan toe, want de reis van Heidelberg naar hier was zwaar geweest. We kwamen aanlopen hier op de marktplaats. Om de hoek hier zit het hotel. François van Aarsen doet daar zijn raam open op de eerste verdieping. Daar staat de militie en die vuurt een salvo af in de lucht. Ja, en waar hadden ze dat dan aan verdiend? De goede betrekkingen, maar ook omdat de generaal van Solms, waar ik je eerder over vertelde, die hier de baas was, die had als jongeman nog meegevochten met Maurits in de slag bij Nieuwpoort. En dat schept een band. Het is toch wel bijzonder, hè, als je hier rondloopt, dat je denkt dat er heel weinig veranderd is in al die tijd. Het zou zomaar kunnen dat Constantijn, ja, afgezien van die auto's, dit zo gezien heeft. Ja, het heeft wel iets van een tijdmachine. En hoe reisden ze eigenlijk? Vooral per koets, dat was het handigste, het meest comfortabel. En tot aan Keulen zijn ze ook over de Rijn geweest, met boten. Maar ze moesten natuurlijk heel vaak naar bepaalde vorstendom toe. En dat was dan over binnenwegen of bospraatjes. Dus hadden ze heel vaak dat de koets en de karren omvielen. Moest allemaal worden ingepakt. Dus het duurde gewoon heel lang voor ze ergens waren. Ja.
Was dat niet gevaarlijk? Ja, het was reeds gevaarlijk. De 30-jarige oorlog was 2 jaar aan de gang. Er waren struikrovers. Dus ze huurden ook heel vaak een bewapend escorte in. Want van 10, 12 man om ze te begeleiden. Rotenburg, hier gaan we de snelweg op. We gaan recht naar beneden. Laten we een paar plaatsen die Constantin deed, zoals Stuttgart, zitten, want daar is niet veel meer te zien. En bij Ulm gaan we over de provinciale weg Tuttlingen. Grens over met Zwitserland, Schaffhausen, de waterval. En dan moet je even goed kijken, dan rijden we langs meer van Zürich, beneden hier, Walensee en dan zo door naar Coer. Dit is de waterval van Schaffhausen, de grootste van Europa. Hij is niet heel hoog voor een grote waterval, 23 meter maar, hij is 150 meter breed. Dus er komt een enorme hoeveelheid water naar beneden. Constantijn, die natuurlijk uit Holland kwam, had zoiets nooit gezien. Hij was hier en was volstrekt verbijsterd. Hij heeft het over het angstaanjagend gezicht en een oorverdovend gebulder. Wat hij ook bedenkt ter plekke, is dat hij er eigenlijk een schilderij van zou willen hebben. En hij geeft in zijn reisjournaal alvast wat tips aan die schilder om dat te gaan maken. Het is een prachtig schouwspel waar je gerust een schilderij met kleuren en al van zou kunnen maken, aangezien de waterval er voortdurend hetzelfde blijft uitzien en vrijwel geen druppel af of toeneemt, zoals me speciaal opviel. Het schilderij zou nog aan schoonheid winnen door de bergen waar tussen de Rijn komt aanstromen en die aan beide zijden bedekt zijn met wijngaarden. Na 36 dagen begint hier in Splügen het gevaarlijkste deel van de tocht, de Alpen over, daar naar boven. François van Aarsen had de dag ervoor in Coer de paarden gewisseld en de hele groep had nu paarden die gewend waren aan smalle bergpaadjes. Constantin schrijft erover dat hij tijdens het bovenklimmen continu op de achtergrond als een gerommel de Rijn hoorde die tussen die kloven door naar beneden denderde. Zij namen de oude Romeinse weg via Splügia, wij nemen de oude bergpas. Boven op de pas is de grens met Italië, dus Constantijns beloofde land. We staan hier net onder de top van de Splügenpas, die is daarboven. En dit is een plek waar onze weg, het pad kruist dat Constantijn en de zijnen gebruikten. En dat is daar tegen de helling te zien. Het is een ruw pad, een klein pad, heel smal. En Constantijn schrijft dat 1 of 2 keer een van de paarden van het pad een heel stuk naar beneden gleed. Dat was ook de reden waarom ze niet op hun paard zaten, maar te voet liepen en hun paard aan de teugels meenamen. Je ziet hier nog wat sneeuw liggen. Het is nu eind juni. Er ligt dus nog wat. Ja, bij Constantijn in de kleine ijstijd lag er nog veel meer. Constantijn schrijft dat ze midden in de nacht vertrokken waren uit Splügen. De reden daarvoor is simpel. Hoe later op de dag het wordt met zon, hoe meer de sneeuw gaat smelten. En daar wilden ze absoluut geen last van hebben. Op een bepaald punt was er een afdaling ongeveer zo hoog als de kapel in het Hof van Den Haag. Helemaal bedekt met sneeuw. Meneer de ambassadeur was er met ondersteuning voetje voor voetje vanaf geholpen. Van de gidsen waren er een paar gestrekt gaan zitten en zo de helling afgegleden. Daarna was ik aan de beurt, samen met een andere jongen uit het gevolg. Van beneden riep meneer de ambassadeur dat wij het precies zo moesten doen. Die jongen ging voorop en terwijl hij zich liet glijden, maakte hij zulke grappige buitelingen dat ik van achteren dacht dat hij er schik in had. Maar toen ik eenmaal hetzelfde had gedaan, besefte ik dat het pure schik was geweest die hem in zijn vaart gegrepen had. Want voor mensen zonder ervaring is het een werkelijk angstaanjagend steile afdaling, waar je in een flits beneden bent en als een pijl uit een boog vooruit schiet. De snelheid verblindde mijn ogen en nog dubbel bang werd ik door een paar bomen en grote rotsen waar ik beneden tegenop vreesde te gaan botsen. We zijn in de afdaling van de Splügenpas en hier aan de overkant
ligt een stuk van het pad dat Constantijn bewandelde. Dus dat gaan we nu ook doen. Kalin, ga je mee? Soms had het tegen voor de reizigers. Dat was hier, aan de oever van het meer van Como, zeker het geval. Ze kwamen uit de Spurenpas. Achter mij ligt Milaan. Ze hadden zo rechtdoor kunnen reizen en dan over de grote weg naar Venetië. Maar in Milaan lagen Spaanse garnizoenen, nog steeds onze vijand. Daarom besloot Van Aerssen tot een andere route. Niet hier rechtdoor naar Milaan, maar linksaf het dal van de Adda in. En dan via Morbegno naar Bergamo. Dat was geen omweg, maar het was wel een nieuwe Alpenpas over. Constantijn was niet blij. We vertrokken voor het aanbreken van de dag uit Morbegno. Meteen buiten het dorp begonnen we te klimmen over smalle paden langs verschrikkelijke steile afgronden. De Splugenberg was er niks bij. Bij het naderen van de top moesten we ruim een uur lang door de sneeuw, te voet, omdat het pad smal, steil en glad was. Mijnheer de ambassadeur had hulp van een slede, die door een os helemaal omhoog getrokken werd. Boven op de berg begint de staat Venetië en zie je Italië als in een schilderij voor je liggen. We staan hier op de top van de Morbegno. Het waait een beetje, vandaar dat ik in de auto zit vanwege het geluid. Dit was het punt waar Constantijn Italië aan zijn voeten zag liggen. Hier zag hij, hoopte hij, bij helder weer tot aan Venetië. Maar hem overkwam hetzelfde als ons nu overkomt. Het is heilig en we kunnen het vlakke land achter de laatste bergen jammer genoeg niet zien. Maar Constantijn wist dat daar beneden het land lag dat hij wilde zien. Het land van de renaissance, van de antieke, de bakermat van de kunst. Hij ging een andere wereld ontdekken. Zodra Constantijn en de zijnen uit de bergen kwamen, bestond de rest van de reis uit een reeks mooie steden. Brescia, Bergamo, Verona, dat zijn we hier nu, Vicenza, Padua en Venetië. Hij ging kijken, hij ging genieten. Dat gaan wij nu ook doen. Wat is dat geluid eigenlijk wat je hoort? Dat zijn krekels. Heb je die dan midden in de stad? Nou, normaal gesproken niet echt, maar dit is niet echt midden in de stad. Hè. Dit is een tuin zo groot als een paleistuin ongeveer. Ik bedoel, zie jij de stad om je heen? Nee, eigenlijk niet. Nee. Kijk, in Heidelberg, die tuin die we zagen, daar zag Constantijn voor het eerst dat je met groen, met een tuin, iets kunt doen om de pracht en de praal van de vorst te versterken, te ondersteunen. Hier, in de Giardino Giusti, zag je voor het eerst dat je met de tuin nog veel meer kan doen. Als je verder denkt dan het groen alleen. Als je allerlei andere dingen erbij gaat betrekken, zoals filosofie en literatuur. Denk je dat hij dat op dat moment dat hij dat zich realiseerde ook heeft opgeschreven om te gebruiken voor later? Nee. Ik denk dat Constantijn toen hij hier was zo weinig tijd had voor dit soort bezoekjes. Dat hij heeft rondgelopen, gekeken, dat een spons heeft opgezogen en we doorging. Ja. Het opmerkelijke van deze tuin, de Giardini Giusti, is dat hij net als het later Hofwijk door één man is gecreëerd. In dit geval Agostino Giusti, een Veronese koopman. En wat hij omstreeks 1570 heeft gedaan achter zijn paleis in Verona, is een tuin aangelegd die uit twee delen bestaat. Hier is het heel kunstmatig. Hij heeft groen gebruikt als architectuur. Die cipressen die vormen een zuilenrij, zo en zo. Die buxushagen hier, dat zijn geometrische patronen. Die zag je in de renaissance, die zag je daarvoor in de middeleeuwen. Kortom, met die beelden erbij, een kunsttuin. Esthetiek door de mens bedacht. En dan daarachter, de vrije natuur. Maar juist ook weer niet. Want als je daar gaat lopen in het bos, dan zie je dat het hele bos bedacht is door een tuinarchitect
en ook aangelegd is door mensen en onderhouden wordt door mensen. Dus het oogt als de natuur, maar het is ook door de mens gemaakte natuur en in toom gehouden. Hebben we dat op Hofwijk ook niet met de getemde wildernis? Precies. We zijn hier in de Arena van Verona. Wij kennen dit als een openluchttheater voor opera's, zoals het nu ook wordt opgebouwd. Constantijn noemt dit in zijn reisjournaal het Romeinse amfitheater. En dat is natuurlijk een veel juistere naam. Het is een van de best bewaarde amfitheaters uit de oudheid. En nog een van forse afmetingen ook. Er konden 30.000 mensen in. Er was tijdens de reis niet heel veel tijd voor sightseeing. Constantijn stilt vaak momentjes om zelf iets te gaan bekijken. Ook hier was hij in zijn eentje. Hij is heel erg onder de indruk. Je proeft de sensatie als hij schrijft dat hij naar boven klimt om die grote blokken te bekijken die er van beneden zo klein uitgezien hadden. Er is één eigenaardigheid van Constantijn die regelmatig terugkeert in het reisjournaal. Hij loopt in grote bouwwerken, al stappen tellend, de lengte en de breedte. We weten niet waarom dat is, maar ik denk graag dat hij zich gaat interesseren voor architectuur. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. En dat was het? Ongeveer 100 passen in de lengte. Met de ring mee worden het ongeveer 200 passen. Ja. En de breedte is precies 60 passen. Ja. Dus met de ring mee 154. Dat had Constantijn ook. We zijn hier in Vicenza, voor mij de mooiste stad van Noord-Italië. En het verhaal in Vicenza draait om Andrea Palladio, de architect. Waarom schreef Constantijn eigenlijk zo enthousiast over de gebouwen van Palladio? Nou, Constantijn was natuurlijk hartstochtelijk bewonderaar van de bouwkunst van de antieke oudheid. En in de gebouwen van Palladio zag hij die terug in een meer gesublimeerde vorm. Palladio was de architect die aan het eind van de 16e eeuw met die stijlen van de oudheid tot een hele eigen stijl kwam, Palladianisme. En daar ja, in heel Vicenza en heel Noord-Italië gebouwen in neerzetten. En ja, die stijl zie je vandaag de dag in de rest van de wereld ook op heel veel plekken terug. En dit gebouw is dus het gebouw waar Constantijn sliep? Ja, de Loggia del Capitaneato, het huis van de hoofdkapitein. En daar werden Constantijn en zijn gezelschap ondergebracht toen ze hier logeerden. En het gebouw achter ons is ook van Palladio? Ja, dat is het oude stadhuis, Basilica. Dat was ingestort halverwege de 16e eeuw. En dat heeft hij hersteld, maar heeft gelijk een façade erom aangebracht in zijn eigen stijl. Heel beeldbepalend op dit plein nu. Ja, met al deze mooie gebouwen lijkt het hier net op een filmdecor. Schappen dat je dat zegt. Hier om de hoek is een echt theaterdecor van Palladio. Dat ga ik je laten zien. Oké, leuk. Ben benieuwd. Wat schreef Constantijn ook alweer in zijn reisjournaal hierover? Ik wil het wel voorlezen, maar dan wel op het podium. Nou, vraag maar die meneer. Omdat ik vreesde dat mijn heer de ambassadeur de volgende dag alweer verder zou gaan, stal ik voort om het Teatro Olimpico van de Vicentijnse aristocratie te bekijken. Het is een modern bouwwerk, maar werkelijk van een schoonheid die nergens in Europa wordt aangetroffen. Met gemak biedt het plaats aan ruim 3000 personen. De mannen op de bovenste 14 rijen zitbanken, de vrouwen daaronder op andere banken. De zitplaatsen vormen een halve cirkel en lopen door tot helemaal tegen de proscène, het toneel. Het decor, de scène, is van de grootst mogelijke architectonische schoonheid, gedecoreerd met bijzonder kostbare antieke beelden. Het ziet eruit als de vleugel van een paleis en in het midden loopt een straat met een lengte van 26 passen. Vooraan is de breedte ervan 7 passen, aan het einde 2,5 en naar achteren toe loopt ze omhoog als in een perspectieve tekening. Door het spits toelopen lijkt de straat wel 20 keer dieper dan ze in werkelijkheid is. Constantijn was weg van het theater. En dat terwijl Palladio het begonnen is en direct daarna gestorven is. Zijn leerling Scamozzi heeft het afgemaakt. En die twee architecten zouden Constantijns hele leven zijn architectuurhelden blijven. Hij bezat hun tractaten, kende die deels uit hun hoofd. En voor zijn huis in Den Haag aan het plein heeft hij er ruim gebruik van gemaakt. Heeft Constantijn hier ook een voorstelling gezien? Nee, die was er jammer genoeg niet toen hij hier was. Oh, en zou het niet leuk zijn geweest als hij een van zijn eigen theaterstukken hier opgevoerd had kunnen zien? Trentje Cornelis bedoel je? Ja, precies. Nou, wie weet. We zijn hier in Padua, dus bijna in Venetië.
Dat zal François van Aarsen, de Hollandse delegatieleider, ook hebben gedacht. Want hij besloot hier niet te overnachten en gelijk naar Venetië door te reizen. Constantijn vond het heel jammer, want hij had hier wel het een en ander op zijn lijstje staan. Maar 3 weken later, op de terugweg naar Den Haag, was er wel tijd om iets te bekijken. En het eerste gebouw dat hij inging, was het gebouw hierachter. We staan hier in de corridor van Il Salone, de grootste middeleeuwse zaal van Europa die niet wordt ondersteund door zuilen. Binnen hangen 300 prachtige fresco's. Constantijn schreef er niet over. Waar hij wel over schrijft, is het volgende. De ruimte wordt in een geheel overspannen door een gewelfd plafond, zonder enige steunpilaar. De wonderlijke constructie lijkt daar sterk hoofdzakelijk te danken te hebben aan ijzeren binten die in een nok met elkaar verbonden zijn. Trekstangen dus. Wat je kunt vaststellen is dat Constantijn tijdens deze reis geïnteresseerd raakt in de techniek van het bouwen. Als dat zo is, dan is de architect van Hofwijk en zijn eigen huis aan het plein later hier in Italië geboren. Ik heb de stappen gedaan en het is 120 passen in de lengte en 40 passen in de breedte. Nou, dat is precies wat Constantijn had. Heel goed. Oké, mooi. Als je zoals wij een reis maakt op zoek naar de wortels van Hofwijk, dan is het aangenaam om bij een van de mooiste villas van Palladio aan te komen en een setting aan te treffen als in Voorburg. Water, hier de Brenta, daar de Vliet. Huis, daar Hofwijk, hier de Villa Foscari. Een coulisse van bomen links en rechts. Prachtig geheel. In het Teatro Olimpico zei je tegen mij dat je het een magisch moment vond. Vind je dat nu ook? Ja, dat is het echt. Dit is echt zo'n plek waar Constantijn in vervoering raakt en dan heel enthousiast in zijn reisdagboek gaat schrijven. Maar hij schreef er wel vrij kort over. Ja, dat had een reden. Toen ze hier langskwamen, van Padua naar Venetië over de Brenta, dat was een middag- en een avondtocht. En dan ligt hier een hele rij van deze villa's langs het water. En Constantijn heeft niet de tijd genomen om te schrijven, hij heeft gewoon de tijd genomen om te kijken. Hij gaf zijn ogen de kost en zoog alles in zich op. En hij noemt de 4 mooiste villa's op die hij gezien heeft, onder andere deze, de Villa Foscari. Deze hele setting heeft wel iets van Hofwijk zo aan het water. Ja, zeker. Ja. Ik denk dat Constantijn toen hij Hofwijk ging ontwerpen ook heel bewust gezocht heeft naar een plek die was zoals deze, een mooi park aan het water. En herinner je die zin uit Rationaal, dat hij de Brenta hier vergelijkt met de schiet tussen Delft en Rotterdam? Misschien dat hij onbewust toch wel een beetje op zoek is naar een plek. Ja, maar het werd dus de Vliet bij Voorburg. Ja, terecht. Dat is mooier. Het is voor Palladio eigenlijk niet zo'n hele grote villa. Nee, hij is eigenlijk heel bescheiden van afmetingen. Ik denk dat Constantijn dat juist leuk eraan vond. Het is een huis voor een handvol bewoners, hè? Of voor jezelf en je familie. Ja. Na een reis van precies 50 dagen was Constantijn aangekomen in Venetië, een van de mooiste steden van Europa. De grandeur die van een plek als deze afstraalt, moet een diepe indruk hebben gemaakt op hem en zijn reisgenoten. In Holland was de Gouden Eeuw weliswaar begonnen, maar dit was in 1620 toch van een andere orde. Na het middagmaal stond mijn heer de ambassadeur mij uit om de grote doge, of prins van de republiek, de hand te kussen en te vernemen wanneer en hoe het zijne sereniteit behaagde hem welkom te heten en audiëntie te verlenen. Ik begaf mij naar het Palazzo Ducale bij San Marco en bracht hem de boodschap over in zijn vertrek, alwaar hij gezeten was op de dogetroon. Gedoge omarmde me eerst vriendelijk en sprak vervolgens zijn dank uit voor alle eer die mijn heer de ambassadeur hem aandeed. De 16e, de dag die de doge bestemd had voor de welkomceremonie, ging mijn heer de ambassadeur met zijn gevolg aan boord van 5 gondels en liet hij zich buiten de stad afzetten bij het klooster van San Giorgio in Alga, waar je langsvaart als je vanuit Fusina komt. Op het eiland waren ook alle notabelen van de Republiek aanwezig met hun gondels. Na ruim een uur wachten zagen we
uit de stad 22 gondels vertrekken met even zoveel senatoren van de brigadie, die spoedig erna bij het klooster aankwamen. Allen waren heren van hoge leeftijd, met grijze baarden en gekleed in mantels van rode tafzijde met grote wijde mouwen. Ze verzamelden zich in de kloosterkerk en nadat ze zich bij mijn heer de ambassadeur hadden aangekondigd door middel van een secretaris, die ver voor hen uitliep, begroetten ze hem in een galerij. Eerst nam de heer Foscarini, voormalig ambassadeur in Frankrijk, mijn heer de ambassadeur aan zijn hand. En vervolgens namen de overige senatoren elk een van ons op gelijke wijze bij de hand. Zo brachten ze ons naar hun gondels en maakten we de oversteek. Dit is de Campo San Stefano, in 1620 een voornaam plein waar de Hollandse delegatie een van de palazzi had gehuurd. Constantijn is als secretaris belast met eervolle taken, maar ook met alle dagelijkse kleinigheden. Daarom schrijft hij in zijn reisjournaal daarover: we kregen een onderdag in het palazzo van de Venetiaanse edelman Marcolo aan de Campo San Stefano, niet ver van het Canal Grande. Het was een mooie, grote, rijk gemeubileerde woning, waar het verblijf van meneer de ambassadeur was geregeld voor 100 ducaten per dag. Exclusief uitgaven voor linnengoed, hout, kaarsen, loon voor de koks, voor de knechten en meer van dat soort zaken. Naast het regelen van deze kleinigheden moest hij ook vaak aanwezig zijn bij de officiële gelegenheden. Op de ochtend van de 17e juni kwam het volledige college van Dogen en Consiglieri hier aan om de Hollandse delegatie op te halen en naar het Palazzo Ducale te brengen voor het grote officiële moment. De 17e kwamen de heren senatoren, 62 in getal, 's ochtends rond 11 uur terug om mijn heer de ambassadeur bij zijn logies op te halen. We stapten uit bij San Marco en terwijl het volk in grote getale toestroomde, gingen we het Palazzo Ducale binnen en betraden de Sala del Collegio. Toen de Hollandse delegatie hier arriveerde in het Dogenpaleis, werden ze naar een zaal op de tweede verdieping geleid. Dat is daarboven, de grote zaal, de grote raadzaal van het stadsbestuur. Daar zaten de Dogen en de Consiglieri en werden de Hollanders binnengeleid. Van Aarsen kwam naar voren, deed zijn hoed af. De Dogen kwam van zijn troon, omarmde hem en zette het hoed weer op zijn hoofd. Daarna kreeg Van Aarsen een plaats aan zijn rechterzijde. En daarmee waren eigenlijk Nederland en de Republiek gelijker geworden. Daarna hield Van Aarsen een toespraak, de Doge hield een toespraak en alle leden van de Nederlandse delegatie werden aan de Doge voorgesteld. Toen het Constantijns beurt was en hij naar voren kwam, herkende de Doge hem omdat hij een paar dagen eerder was geweest om zich voor te stellen en belet te vragen. De Doge zei tegen Van Aarsen dat deze jongeman fantastisch Italiaans sprak. Toen Constantijn dat hoorde was hij heel trots, want hij had het zichzelf geleerd in de maanden voor de reis. En hij schrijft dan ook in zijn reisjournaal dat hij geen beter compliment kan wensen dan een compliment van de Doge van Venetië. Herinner je, Carlien, dat ik jou het geleerd hofwerk heb getoond en dat Constantijn daarin de brug naar de voordeur van het huis Mijn Rialt noemt? Dat is gedaan om het patroon van de treden hier. Treetjes glooiend, treetjes glooiend. Dat vond hij mooi, dat herinnerde hij zich. En daarom heeft hij de brug naar het huis Mijn Rialt genoemd. In 1620 was Constantijn een begaafd muzikus. Hij speelde luit, theorbe en nog een aantal instrumenten. Venetië was een paradijs voor muziekliefhebbers. Claudio Monteverde, de beroemde componist, was maestro di cappella in de kerk van het Dogenpaleis. Op een dag ging hij met wat vrienden mee naar een concert. Een concert onder leiding van Claudio Monteverdi zelf en dienst Maria Vespers werden er ter gehoor gebracht. Hij schrijft daarover in zijn reisjournaal. De 24e, de feestdag van Johannes de Doper, ging ik mee naar een uitvoering van de Vespers in de kerk San Giovanni e Luce. Het was de volmaakste muziek die ik ooit in mijn leven heb mogen aanhoren. De componist van het stuk, de wijdvermaarde Claudio Monteverdi, maestro di cappella van San Marco, was ook de dirigent van deze uitvoering. Gespeeld door 4 theorben, 2 cornetten, 2 fagotten, 2 violen, 1 contrabas van reusachtig formaat, het orgel en andere instrumenten. Het een nog mooier bespeeld dan het ander. Verder was er een koor van 10 of 12 stemmen die me buiten mezelf van verrukking brachten. Constantijn genoot dus. Constantijn noemt een kerk die nu niet meer bestaat.
We zitten hier in San Giorgio Maggiore, gebouwd door Andrea Palladio, Constantijns lievelingsarchitect. Achteraf gezien was de reis voor Constantijn een soort grand tour, een afsluiting van zijn vormende opleiding. Hij maakte kennis met een kunst en cultuur die nieuw voor hem waren. Hij zou er de rest van zijn leven plezier van hebben.